deze video wil ik u iets meer gaan vertellen over de Max Cosi City 2. De Max Cosi City 2 is een autostoel die u kunt gebruiken vanaf de geboorte af aan tot ongeveer 9 à 12 maanden. En die kleine autostoelen, dus eigenlijk dit type, is vaak een begrip voor veel mensen. Heel veel mensen noemen dit Max Cosi, maar dit is ook nog eens het merk Max Cosi. Het is een instapmodel, maar wel voldoet hij aan alle eisen die op dit moment gesteld gaat worden. Wat ook heel erg belangrijk is bij deze stoel, hij kan alleen vastgezet worden met een gordel en altijd tegen de rijrichting in de auto. Waarom is dat? Het hoofdje is eigenlijk te zwaar voor die nek en voor die rug. Op het moment dat je helaas een impact gaat krijgen, bijvoorbeeld hard moet remmen, tot de veiligheid van het kindje natuurlijk voorop staat. En die wordt dan dus eigenlijk helemaal in die stoel gedrukt, waardoor dus het kindje gewoon optimale bescherming gaat krijgen in de autostoel. Deze autostoel weegt iets meer dan 3 kilo. Het is echt een lichtgewicht autostoel. Hij heeft ook een ergonomische beugel, die namelijk fijn en makkelijk vasthoudt. Ideaal op het moment dat je van je auto bijvoorbeeld naar huis toe loopt of even vlug een klein boodschapje moet doen. Hij heeft ook een zonnendak. Die zit eraan vast door middel van deze lusjes. Die kan je eventueel ook naar achter te doen. Je kan hem ook er volledig van afhalen. Dat is natuurlijk weer fijn voor van de zomer dat je hem of erop zet of eraf haalt wat je zelf wil. Maar het is absoluut prettig voor tegen de zon. Deze autostoel is voorzien van een side protection system. Dat houdt in dat die zijkant hier aan de bovenkant wat dikker is. Op het moment dat je een zijwaarts impact gaat krijgen, is het gewoon net allemaal wat veiliger voor het kindje. We hebben ook een driepuntsgordel die je eenvoudig los kan maken. Door middel van deze knop maak je het gordelsysteem langer, waardoor je het kindje makkelijker erin en eruit kan halen. Op het moment dat je het kindje erin zet, klik je hem vast. Je trekt hier weer aan, waardoor de schoudergordels altijd mooi over de schouders vallen. Ook door middel van de comfortabele pads die erop zitten. Je kan ook het gordelsysteem in 2 standen zetten. Dat is natuurlijk weer fijn als het kindje wat groot gaat worden, dat je het gordelsysteem mooi op de schouder laat zitten. Er zit ook een verkleiner in. In het begin is het natuurlijk fijn dat het hoofdje minder kant op kan. En dan heb je ook nog een zitverhoger erin. Waarom hebben ze dat nou gedaan? Dat het kindje wat hoger zit, waardoor je de hoek iets of wat gaat vergroten. Het advies luidt namelijk, laat het kindje maximaal maar 2 uur in de autostoel zitten. Waarom is dat? Omdat het kindje eigenlijk zit en ze moeten 6 maanden liggen. En dat heeft eigenlijk mee te maken met de nek en met de rug. Het hoofdje is eigenlijk bij elk kindje gewoon te zwaar voor de nek en voor de rug. Dus daarom is het gewoon van belang zo kort mogelijk in de autostoel te laten zitten. De stof kunt u ook eenvoudig er helemaal van afhalen. En die kunt u handwassen, kunt u hem uitwassen. Uiteraard kunt u hem ook zo mooi schoonmaken. En hij heeft ook nog 2 knopjes hier zitten. Waarom zijn die 2 knopjes er nou voor? Op het moment dat u even weg wil met de kinderwagen, dus u gaat bijvoorbeeld een boodschap doen, eerst met de auto, dan klikt u hem op de kinderwagen. En op het moment dat u dan weer terug bij de auto bent, kunt u door middel van deze 2 knopjes, haalt u hem vanaf en u bent weer lekker weg. Zoals ik u toen net ook heb verteld, dat de auto zo altijd tegen de rijrichting ingezet moet worden. Ik laat gelijk zien hoe dat je dat doet. Je zet hem dus zo weg. De draagbeugel wordt gelijk een veiligheidsbeugel. Want op het moment dat je eigenlijk een impact gaat krijgen, tot het kindje altijd beschermd is. Je pakt het gordelsysteem, die gaat over de stoel heen. De heupgordel gaat dus eigenlijk over de beentjes heen. Je klikt hem vast. Schoudergordel doe je eromheen en dat doe je hierachter. Wat heel erg van belang is, dat je de gordel nog eventjes aantrekt. Waarom? Er zit minder speling op het gordelsysteem en hij staat gelijk vaster in je auto. Het fijne is ook, alles wat blauw is, dat moet je dus iets doen met het gordelsysteem. Het losmaken, klik hem dan hier los. Dan eerst het schoudergordelsysteem, dan de heup. Je pakt hem dan weer op aan de draagbeugel en je bent weer weg. Wat nog erg van belang is, is namelijk deze sticker airbag. Hij mag namelijk nooit bij een frontale airbag weggezet worden. Het veiligste is namelijk achterin. Zet je hem toch liever op de passagiersstoel, geen probleem, maar zet dan altijd de airbag uit. Puur uit veiligheid. Er zijn nog verschillende accessoires leverbaar bij deze Max Cosi. Bijvoorbeeld een regenhoes. Er zijn ook bijvoorbeeld voetenzakken van leverbaar. Kunt u allemaal zien in onze webshop. Nou, als je hem daar toch bent, kan je hem ook gelijk bestellen. Zie je ook gelijk de andere kleur ook nog eens. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom in een van onze winkels in Nederland of in België.